Welkom bij weer een gloednieuwe video. Mijn naam is Justin. En mijn naam is Mitchell. En vandaag doen we de allerlaatste beslissende challenge. Die telt dubbel. Here we go. Dit is de finishlijn. Vandaag de allerlaatste challenge tussen Justin en Mitchell. Wie vandaag wint, wint het klassement van de challenges. We beginnen daarachter in het weiland. We hebben toestemming van de boer om het weiland te gebruiken. Eerst 30 push-ups. Daarna 30 power cleans met 50 kilo. Daarna lopen ze naar het volgende stationtje. Dus ook 30 squats met 50 kilo. Na de 30 squats kunnen ze het gewicht laten liggen. Moeten ze zo snel mogelijk hun fietsen pakken. Hier wordt het tricky. Je kunt gewoon over land, dan moet je wel iets omlopen. Maar je kunt ook over de sloot. Ik kan je vertellen, die sloot is behoorlijk groot. Daar heb ik vooral heel veel zin in. Daarna kom je bij de BMX aan. Moeten ze 10 keer hoppen op hun achterwiel. Dat wordt denk ik wel een uitdaging, aangezien je waarschijnlijk al met je linkeroog in de rechterbroekzak kijkt. Zet je je spullen weer neer en sprint je lopend zo snel als je kunt naar de finishlijn. Dus, de eerste persoon die straks door het rood-witte lint heen gaat, is de winnaar van de battle tussen Justin en Mitchell. Nou, laten we maar beginnen denk ik. Mitchell is al warming-up aan het doen. Even warming-up, hoor. Op uw plaatsen. Klaar voor de start. Af! Mitchell heeft een hoog tempo erin zitten bij de push-ups. Ik kan er gewoon vol in. Ik weet de meeste mensen die verdelen het, maar ik denk, ga er vol in. Hij gaat als de brandweer. En Mitchell, er zit nog tempo in. Het lijkt dat hij hier een kleine voorsprong gaat pakken, maar hij begint in te kakken. En Mitchell is weg! En Justin is ook weg! Na de push-ups was het direct al kapot. Maar ja, ik lag al achter, dus ik vol rennen naar de clean. Ik heb natuurlijk een paar weken geleden mijn sleutel meegebroken. En het clean is nog een beetje spannend. Ik zie er wel tegenop tegen die cleans, dat is het meeste waar ik tegenop zie. 30 keer power cleanen met 50 kilo. Niet meer sterkste onderdeel, maar ik denk oké, focus op jezelf. Doe hem herhaling voor herhaling. Als ik verschil wil maken, moet het bij de cleans gebeuren. Dat deed ik ook. Alleen toen kon ik bij de squat niet meer, omdat ik bij de cleans te veel had gegeven eigenlijk al. Ik denk, shit. Maar ik dacht gewoon, weet je wat het is? Ik maak je niet druk om Justin. Focus op jezelf. Focus bij jezelf. En een andere moet ik gewoon niet op letten. En zo gezegd, zo gedaan. Ik ramde ze er gewoon uit. Pof, 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 pof. Door een paar korte pauzes.
moet gewoon winnen vandaag. Justin, ja, ik heb hem langer uit. Ik ga er niet voor kiezen om langs heen te rennen. Klinkt dan heel leuk, maar we gaan er echt niet omheen rennen, hoor. Natuurlijk gaan we over die sloot heen. Ik verloor helaas mijn schoen, maar ik denk, ja, op een gegeven moment, ik moet door, want Justin stond er naast mij in de sloot. Nou, Mitchell bleef een beetje in de sloot hangen met zijn schoen. Die was aan het zoeken. Ik denk, nou, mooi de kans om wat in te lopen. Kwijt. En niet verder. Wat een kut idee weer. Oh, ik heb daar helemaal niet bij nagedacht. Ik heb me helemaal niet afgedaan. Ja, hier. Hé, hey, ik ben je schoen kwijt. Ja. Ja, jury. Je weet niet wie het gewonnen heeft. Kijk maar bovenbeen, joh. Oh, is dit van het cleanen? Ja. Dus Justin kwam als eerste door de meet. Mitchell, die kwam over te vinden zonder schoen. Die had nog maar één schoen aan, de ander lag in de sloot. Maar Justin kwam over de finish met zijn helm nog op. Voor jullie kijkers, ik deed echt niet expres. Ik was zo naar de kloten. Dat ik gewoon totaal niet bij na heb gedacht. Gaat het nog goed? Ik heb mezelf zo gevonden. Eén schoen ligt nog in de sloot. Ik ga die zo verzoeken, joh. Nu even doen. Oh, wat mooi dit. Ja! Ja! Dat weet je niet. Ja! Ja! Ik heb hem gezocht. Op een gegeven moment denk ik van... Dit duurt te lang. Ja, dit duurt te lang. En toen merkte ik dat je naast me zat. En eigenlijk... Maar ik dacht weer dat hop op het achterwiel al. Wat ga jij slecht. Maar ja, natuurlijk in je sok. Ja. Dat doet ook donders en pijn, joh. Het is oprecht. Een kwartier later. Mitchell voelt zich nog steeds zo donders en slecht. Na lange wikken en wegen heeft de jury besloten dat of er nou bewust was of niet, je moet je helm netjes neerzetten. Dus we moeten ons gewoon aan de regels houden. Dus bij deze is Mitchell Schotman De winnaar van de 2020 battle tussen Justin en Mitchell. Mitchell, van harte gefeliciteerd. Ik gun het je ook, weet je. Ik vind het eigenlijk super mooi. Ik ben er best blij mee. We zijn allebei tot het gaatje gegaan. Ik snap dat de regels zijn. Ik vind het eigenlijk ook wel sneu. Voor Justin. Maar ik vond het ook sneu, want je schoen die lag in de sloot. Die was je lang aan het zoeken. Je moest een beetje normale voet zonder schoen die hopjes maken. Maar ik heb genoten. Als ik mag kiezen tussen alle 6 challenges, vond ik deze en de long jump het mooist. Weet je wat ik hier mooi vond? Ging zo. En toch, komt het wel als verrassing dat ik heb gewonnen. We kunnen elkaar geen hand geven, maar Mitchell, van harte gefeliciteerd. Ja. En ik moet zeggen, het maakt me ook niet uit wie heeft gewonnen. Oh. Ik vond het alleen al prachtig om dit op te nemen en om te doen. Wat krijgt de winnaar, wat krijgt de verliezer? Laat het hier weten in de comments. En wie weet maken we daar nog een speciale video van. Nick Kimmel, hartstikke bedankt voor het opnemen. Graag gedaan, ik heb genoten. Alle mensen van Team Mitchell die mij hebben gesteund in deze barre tijden, bedankt. Ja, en Team Justin, ook hartstikke bedankt. En, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer. Ja, zoals ik altijd zei, heb je genoten? Vergeet gewoon niet te liken. Share met je vrienden en abonneer deze pagina. Like vooral.
Want wij hebben hier gewoon nog een week spierpech van. Ja? En Mitchell, die is nog helemaal kapot.